Gentlemen, see you next time. Bye bye. Is 9 uur, normaal is het iets later als ik stop mijn werk, maar ik stop iets vroeger. Want ik ga nu nog mijn spullen pakken en de trein naar Gent pakken. Let's go! Nee hè! Marilor doet dus altijd mijn kousen aan. En elke fucking kous die ze aandoet van mij gaat kapot. Omdat haar domme dikke teen hatjeboord door de kous. We moeten stoppen met ze aan te doen. Salut! Dag! Hoi hoi! Oké dan. Ga je mee? Als er één ding zeker is, is dat Travis mij altijd wel wil vergezellen, maar komt. Zijn jij daar van 33 dat zonder moeilijk? Maar nee, dat gaat. We gaan hier halen. En Milou doet dat goed morgen. Heb je Frans mee? Ja. Ga ik nog een keer herhalen? Ja. Ik kom volgende week. Ik kom volgende week, oké. Bye mama. Bye babies. Hey, papa, Korneel. Volgende week, doe je best hè. Ja ja. Ik ben dit weekend niet naar huis geweest. De voorbije week was nou echt zwaar en het was wel op het punt dat het zo wel niet meer goed ging. Ik studeerde Chinees en was dus begonnen ook aan mijn master al dit semester. Maar er kwamen heel veel dingen bij, stukje per stukje, dat ik zo dacht van oh, zit ik hier wel juist? Ik had een super zware deadline, ik moest die echt doen. En ik stond zo op en alles was zo moeilijk. Ik had in mijn bed al superveel gehuild en ik krakte gewoon niet recht. En ik zat zo aan mijn bureau te huilen. Waarom heb ik nu in mijn hoofd gestoken dat ik moet die master Chinees hebben om iets waar te zijn? Nee, dat hoeft niet. En dan praat ik zo op een moment met Korneel en ik zei ook zo, ja, ik wil ook met volle passie opstaan en zin aan in de dag. Gewoon omdat ik met leuke dingen bezig ben. En dan zei ik, Korneel, waarom kan je dat niet gewoon? En ik zei, ja, ik kan dat ergens wel. Ik heb een studie die ik altijd al wil doen, kunstwetenschappen. Ik zei, waarom doe je dat niet? Waarom ga je dat niet voor? En ik heb dat zoveel al op dat punt gestaan. Nee, ik ben beu, het is mijn ding niet. Maar dat was zo nooit tot zo ver gekomen. En op het moment dat Korneel dat zei, dacht ik echt, het kan niet meer verder. Ik zie geen uitweg meer. Hij heeft zo dat zaadje in mijn hoofd geplant. Je kan ook wel veranderen. En nu, sinds dat ik ben overgestapt naar kunstwetenschap, ik word zo blij van wat ik mag doen. Dat is echt niet normaal. Ik ben zo dankbaar dat mijn ouders iets hebben gezegd van nee, we geloven in jou en we weten dat dat de juiste pad is op. Ik voel me zo op mijn plek nu en ik ben echt trots dat ik die keuze heb kunnen maken. Ik ben echt gelukkig en ik ben echt gelukkig. Er gaan veel dingen dat echt niet zo goed met mij en soms is dat moeilijk, maar ik voel nu echt dat ik op een pad ben dat ik echt juist zit. Waarom heb ik zoveel mee? Oh. Ja. Dat mag niet doen. Wil je helpen om het naar boven te dragen? Wacht. Straks. Ja. Ja. Ga je iets aan het drinken? Ja. Ja, en een paar jaar. Alright. Maar wie is het? Gewoon kots en zo. Misschien wel nat is van iedereen.